soms staat hij zo schik, dat torentje van Pisa. Pa, die dacht na, maar stelde toen die vraag aan ma. Waarom staat hij zo schik, dat torentje van Pisa? Ma dacht na, maar weldra, toen zei het grootpapa. Die wist het niet en vroeg het aan de buurman. De buurman. Zo ging dat door, van vroeg tot laat. En nu zingt iedereen op straat. Waarom staat hij zo scheef, dat torentje van Pisa? Ik had haar liefst vandaag nog antwoord op die vraag. Ik reed in mijn vakantie door mooie Pisa heen. Maar sinds ik daar die toren zag, vraag ik aan iedereen. Waarom staat hij zo scheef, dat torentje van Pisa? En het paard die dacht na, maar stelde toen die vraag aan maar. Waarom staat hij zo scheef, dat torentje van Pisa? Na dacht na, maar weldra, hoe zei het grootpapa? Die wist het niet en vroeg het aan de buurman. De buurman. Zo ging dat door, van vroeg tot laat. En nu zingt iedereen op straat. Waarom staat hij zo schrik, dat torentje van Pisa? Ik had graag liefst vandaag nog antwoord op die vraag. En vroeg het aan de buurman. De buurman. Zo ging dat door, van vroeg tot laat. En nu zingt iedereen op straat. Waarom staat hij zo schrik, dat torentje van Pisa? Ik had graag, liefst vandaag, nog antwoord op die vraag. Vroeg het Jan, vroeg het Piet, vroeg het Doos, vroeg het Reet. Maar niemand.